Het toegankelijker maken van een groot document kan op verschillende manieren. Je kunt dan een inhoudsopgave toevoegen voor een beter overzicht. En een index voor het snel opzoeken van informatie in het document. Hoe je een index kunt maken in Word2016 heb je in twee eerdere outdoors kunnen zien. In deze laatste outdoor nog een aantal extra mogelijkheden. Ik heb het document geopend dat ik in de vorige outdoors heb gebruikt. De index en alle indexmarkeringen zijn verwijderd. Er is nog een manier waarop je indexmarkeringen kunt toevoegen. Je kunt een zogeheten concordantiebestand gebruiken. Dat heb ik hier geopend. Je ziet een tabel met twee kolommen, met woorden die in het document over fruit voorkomen. Voor het overzicht heb ik dit beperkt tot zes indexwoorden. In de tweede kolom heb ik aangegeven hoe het woord in de index moet verschijnen. In plaats van rode bessen komt het woord bessen in de index. Je hoeft deze kolom alleen in te vullen als er iets anders moet verschijnen. Denk eraan dat je geen typfouten maakt. Ook hoofd- en kleine letters moeten overeenkomen. Ik sluit het bestand. De pagina waarop de index moet verschijnen is in beeld. Het venster Index invoegen wordt geopend. Hier klik je op Automarkeren en je selecteert het bestand. De indexgegevens zijn nu razendsnel gemarkeerd. Je opent opnieuw het venster Index invoegen om de index te maken. Je ziet nu in de index onder andere dat niet rode bessen is toegevoegd, maar bessen, zoals ik ook in het bestand heb aangegeven. Je ziet ook dat seizoen en suiker op meer pagina's voorkomt. Dit wordt bij het gebruik van een concordantiebestand automatisch gedaan. Het is ook mogelijk handmatige indexmarkeringen toe te voegen. Dat gaat het makkelijkst door een bestaande markering te kopiëren en te plakken achter het woord dat je wilt toevoegen. Daarna pas je het indexgegeven aan. De index moet nu worden bijgewerkt. Je ziet dat herfst nu ook in de index voorkomt. Je kunt ook de opmaak van de index aanpassen. Open het venster Index invoegen en kies hier Wijzigen. Dit kan overigens alleen als hier van schabloon is geselecteerd. Je selecteert de stijl waarvan je de opmaak wilt wijzigen. En via deze knop Wijzigen pas je de opmaak aan. Je kunt bijvoorbeeld een andere tekstkleur kiezen. Als je de venster sluit, wordt er gevraagd of je de index wilt vervangen. Je ziet de nieuwe opmaak. Je kunt de opmaak ook handmatig aanpassen. Als je bijvoorbeeld elk woord in de index met een hoofdletter wil laten beginnen, selecteer je de hele index en gebruik je in het tabblad Start de knop hoofdlettergebruik. Hier kies je zoals in een zin. Of je gebruikt de sneltoets Shift plus F3. Dat doe je een paar keer tot je de gewenste opmaak hebt. Een index verwijderen je door deze te selecteren en de delete toets te gebruiken. Hiermee is alleen de index verwijderd, niet de indexgegevens. Tot zover deze how tos over het maken van een index in Word.